Hoi allemaal, ik ben Anne Fleur en ik ben huidtherapeut bij de Huidkliniek. Ik neem jullie vandaag eens mee, zodat jullie kunnen zien hoe een werkdag er van mij uitziet. Ik werk vandaag in Bussum en ik begin om 8:30. Ik zorg altijd dat ik wat eerder ben in de kliniek, zodat ik mijn agenda kan voorbereiden voor de dag. Mijn eerste cliënt die komt voor microneedling. Ze heeft last van acne-littekens, dus die gaan we vandaag behandelen. Naast littekens kunnen we met microneedling verschillende indicaties behandelen. Denk aan pigmentvlekjes, rimpeltjes, lijntjes en grove poriën. Daarna had ik een consultgesprek voor pigmenten, gaf ik mijn advies voor de beste behandeling en producten. Vervolgens kwam er een cliënt die had strié ontwikkeld na een zwangerschap en die heb ik met de Erbium Glass laser behandeld. En natuurlijk is er tussen de behandelingen door ook tijd om gezellig even bij te kletsen met een collega. Maar we moeten weer door, want er kwam een cliënt voor een tikselbehandeling van haar kraaienpootjes. Vervolgens kwam er een mevrouw en zij had last van couperose op haar wangen, dus deze hebben we met de KTP-laser behandeld. Tussendoor is er ook nog tijd om telefoontjes en mailtjes van cliënten te beantwoorden. En mijn dag zit er alweer op, dus ik zorg dat de behandelkamer weer spik en span is, zodat we morgen in de schone kamer weer kunnen beginnen. Nou, zo ziet een dag er ongeveer uit als huidtherapeut. Ik hoop dat je het leuk vond om mee te kijken.